Het is toch niet zo erg dat hij een tijdje bij Linda logeert? Nee, maar Sjoerd heeft wel een beetje gelijk. Hebben jullie Bella gezien? Nee. Oh, nou, we moeten ons voorbereiden voor de volgende opdracht. Een liefdescocktail maken die iets zegt over onze liefde. Leuk. Ja, dus ik heb nu al even met Bing gebeld en gevraagd of we hier wat cocktails mogen shaken. Dus open maar een rekening en de bonnetjes kunnen we declareren bij oude liefde. Oké. En Wiet, hou alsjeblieft op met die blik. Ik kan het prima handelen. Ik zorg ervoor dat ik dat geldbedrag win. We verdelen het geld en daarna hoef ik hem nooit meer te zien. Oké, als jij denkt dat het zo makkelijk gaat. Ik heb hem al lang uit mijn hoofd gezet. Hij doet me niks meer. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey. Ben je er klaar voor? Ja, ik wel. Oh. Wat? Niks. Een gezellige avond gehad gisteren met Casper. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, grappig. Ja, kennelijk vallen we op dezelfde types. Oh? Nee, ik heb ook ooit een keer een hele gezellige avond met hem gehad, lang geleden. Oh, de wereld is klein. Ja. Dus jullie hebben je wel vermaakt? Wil je nu dat ik in details geef? Oh, nee, nee, alsjeblieft niet. Okay. Nou, gelukkig maar. Nou, fijn dat jullie zo'n leuke, gezellige avond hebben gehad samen. Ja. Maar voor de rest wil ik er niks over weten. Oké, nou, ik begon er niet over. Ja, dus hou er maar over op. Oké. Ja. Aan de slag. Ja. Wiet,